Ik ben hier op het Green Lab van ons convergentieplein in het Erasmus MC. De convergentie, kennen jullie, dat is de samenwerking tussen het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit en de TU Delft. En vandaag spreek ik met JC Diel. We noemen hem ook JC. En het is een Delfterik. En jij werkt bij de faculteit IO, Industrieel Ontwerpen. En je houdt je met name bezig met duurzaamheid. Dat klopt inderdaad. Ja, ik ben van de faculteit Industrieel Ontwerpen. We hebben een sectie op het gebied van duurzame productontwikkeling. En een van de mooie uitdagingen op het ogenblik is de gezondheidssector. Ja, want wij praten in dit soort vlogjes vaak over de uitdagingen die we hebben. En wij realiseren ons ook dat we dat als Erasmus Museum niet alleen kunnen. En jij denkt met ons mee. Kun je een voorbeeld noemen van wat je gedaan hebt hier de afgelopen tijd? Nou, het interessante is dat deze problemen vaak vanuit verschillende perspectieven aangevaren moeten worden. Het is niet alleen een milieuproblematiek. Het is niet alleen een patient safety problematiek. En het mooie is dat we hier samenwerken vanuit de convergentie met verschillende disciplines om te bekijken wat is nou het probleem. Ja. En dan zie je hier op de muur allerlei verschillende visualisaties hangen. Waarin we laten zien van waar komt een product nou allemaal langs voordat het bij de eindgebruiker komt hier. En wanneer het op een gegeven moment ook weer afgedankt wordt. Ja. En een mooi voorbeeld, daar kan ik zo meteen iets meer over vertellen, is een van die hotspots die eerder geïdentificeerd is het gebruik van handschoenen in de intensive care. Ja, want dat is die hotspot. We hebben het eerdere filmpje met Nicole Hunveld natuurlijk gezien. Die liet zien hoeveel afval we produceren op de IC. En de hotspots waren degene die echt opvielen. Ja. En dat wat opviel was het handschoenengebruik, hè? Ja, dus je kunt dat ook nog zien. Hier hangt de material flow analysis die eerder uitgevoerd is. Een van de hotspots is de handschoen. Maar vervolgens zijn we toe gaan kijken, wie gebruikt nou zo'n handschoen? Wie brengt die handschoen naar de afdeling? Waar worden ze geproduceerd? Maar ook, hoe komt die handschoen überhaupt uit die verpakking? Die ploppen er soms helemaal zomaar uit. Ja. Ja, want het waren geloof ik 180 handschoenen per patiënt per dag. En een deel daarvan was ook afval omdat het bij het uittrekken eruit viel. Hè? Ja. En daar hebben jullie wat op bedacht. Nou, we hebben dus gekeken van waarom vallen ze er bijvoorbeeld uit. Als je er eentje uittrekt, soms vallen er dan meer eruit. Nou, dat heeft te maken met de verpakking, dat er soms veel te veel in zitten. Het heeft er ook mee te maken soms dat de gebruiker niet ziet welke maat het is. Dat hij een verkeerde maat pakt. Het kan ook zijn dat het onhandige locatie is waar het hangt. Dus er zijn een heleboel redenen waarom er op het ogenblik te veel handschoentjes worden gebruikt. Nou, dat hebben we vertaald naar een oplossing, in dit geval een nieuwe dispenser, die andersom gepositioneerd is, die een duidelijke kleur heeft die aangeeft welke maat erin zit. En vervolgens komen ze er één voor één heel netjes aan en hoef je maar een klein stukje aan te raken van de handschoen, zodat hij niet verder besmet raakt. Ja, we kunnen het best proberen, het is nog een prototype. Het is een prototype, maar laten we het proberen. Nou, hij komt er mooi uit, gelukkig. Ja. Wat het interessante is, dat we hier binnen het Erasmus Medisch Centrum zitten en dat we die vragen uit de sector zelf krijgen, maar dat we ook de kans krijgen om dan te sparren met de green teams, de groene teams, in dit geval op de intensive care unit. En dan kunnen we met een aantal voorbeelden komen van, hoe zou dat nou kunnen veranderen? Zouden jullie dit fijn vinden? Zouden jullie dit fijn vinden? Of moet het zo eruit komen? En dan krijg je dus ook dat wij niet alleen denken vanuit de wetenschap of vanuit het milieu, maar ook dat samen de wetenschap en de praktijk echt hier fysiek samenbrengt. Hè? Dat is belangrijk dan. Ja. En dat is natuurlijk het mooie dat we hier mogen samenwerken met jullie collega's. Want dat betekent dat we dicht op het veld zitten en dat die afstand heel erg klein wordt. Ja. Dat je eigenlijk samen een team wordt. Ja. En gaan we dit nou binnenkort gebruiken? Nou, dat zou je eigenlijk verder aan Nicole mogen vragen. Maar we zijn nu in contact met een aantal producenten die geïnteresseerd zijn om dit verder te trekken. Ja. En dat is natuurlijk de vervolgstap weer. Begrijpen wat het probleem is, oplossingen creëren, maar daarna ook weer nadenken over implementeren. Precies, heel goed. Fantastisch om te horen. Heel mooi hoe we een probleem constateren en met jullie samen aan oplossingen werken. Nou gaat jouw onderzoek ook echt over duurzaamheid. Wat voor tips zou je Erasmus MC'ers willen geven? Nou, wat ik zou willen zeggen, van kunnen we dit groene lab niet verder uitbreiden? Misschien ook centraal in het gebouw krijgen, omdat het is heel erg belangrijk om de mensen bij elkaar te krijgen, dat co-creëren. Ja. Dat is nummer 1. Kunnen we dit centraal krijgen in het gebouw? 2. Laten we die convergence echt verder uitbouwen. Want ik vind het zo ongelooflijk interessant hoe we nu met die verschillende disciplines van Woudestein, vanuit hier en vanuit Delft samenwerken aan holistic solutions. Zeker. Helemaal eens. Ik denk met dit filmpje mensen weten je te vinden, JC. Dus we gaan hier nog heel veel zien, denk ik. Dank je wel. Dank je wel.